Vanuit de kraton te Solo, waar het stoffelijk overschot van een overleden Suzu Hunan van Surakarta is opgebaard, vormt zich in de vroege morgen de 2,5 kilometer lange lijkstoet. De stoet wordt geopend door inheemse functionarissen en ambtenaren, gekleed in de uniform van het speciale militaire korps van de Suzu Hunan. Voorafgegaan door de troepen van het Nederlands-Indische leger, worden in de stoet de auto en de koets van de overleden vorst meegevoerd. Hofdienaren dragen de gouden troon en de rijksieraden in wit laken gewikkeld. Per speciaal hiervoor ingericht rouwrijtuig wordt het stoffelijk overschot naar Kota Gede vervoerd. Na aankomst bij de begraafplaats Imogiri, de Berg der Nevelen, een heilige plaats die niet door blanken betreden mag worden, wordt het stoffelijk overschot van Paku Buwono de Tiende naar de graftempel op de heuvel gedragen. Met hem is een trouw leenman van Haar Majesteit de Koningin en het Nederlandse gezag in Indië heen gegaan.